De werkzaamheden om de in zeer slechte staat verkerende van het Hogerhuisstraat te rehabiliteren lopen gestaag. Volgens Hemant Kumar Badloe, hoofduitvoering van de Wegenautoriteit, wordt de weg in delen geherasfalteerd. De werkzaamheden zijn gisteren begonnen met het opensnijden van de wegstrekking. Er is tot gisteravond laat gewerkt en de rest wordt vandaag, indien de weersgoden ons gunstig gezind zijn, afgemaakt, meent Badloe. Het gaat om het reparatie van het weg. Dus wat gerepareerd is, kan dan gelijk opengesteld worden. Dus daar is er niks aan de hand. Dus zodra een deel gerepareerd is, dat is het voordeel van asfalt ook, dan kan je dat deel dan gelijk openstellen. Wat er gebeurt is daar, dat eigenlijk zoals bekend is, is verkeerd van het Hogerhuisstraat in een zeer deplorabele staat. De weg heeft heel wat potholes, dus dat zijn de gaten, die het eigenlijk onveilig maken. Wat de Wegenautoriteit doet is, ik leg even uit de uitvoeringsmethode. De gaten die worden eerst dan gevuld met asfalt, waarna de totale oppervlakte dan voorzien wordt van een nieuwe toplaag. En daarmee dan verduurzaam je de onderhoud ook. Badloe zegt verder dat het inderdaad klopt dat de Wegenautoriteit klachten binnenkreeg dat de weg in slechte conditie verkeert. Maar dat de informatie dat ze de situatie hebben genegeerd niet klopt. Klachten hebben ons ook bereikt. We zagen het ook dat het al een tijdje zeg maar onbegaanbaar was. Maar daarom had de Wegenautoriteit ook eerder dan de reparatiewerkzaamheden ook tijdelijk uitgevoerd met straatstenen waarbij de gaten dan recht werden gezaagd en bestraat. Dat is meer om de veiligheid. Maar wat u ook moet weten is dat we zaten echt in die regenperiode waardoor je niet kan werken. En dan was de bestrating zeg maar de enige optie die nog over was. Maar een ander probleem gelijk gekoppeld daaraan is dat vanwege de regen dat al die asfaltbedrijven gewoon stil lagen. Waardoor je geen asfalt kon betrekken bij de asfaltboeren. Dus dat is ook een van de redenen geweest. Dus, wat u wel, ook wel moet weten, dat kijk, als een asfaltbedrijf stil ligt, om weer in productie te krijgen, ben je al 2-3 dagen bezig ermee. Wat de werkzaamheden betreft voor vanavond, we starten weer om 5 uur. De bedoeling is dat we eigenlijk al die gaten die nog over zijn in de genoemde gedeelte, dat we eerst dan gaan dicht doen met asfalt. En daarna wordt dan dat deel dan voorzien van een nieuwe toplaag. Tot zover Hemant Kumar Badloe, hoofduitvoering van de Wegenautoriteit. De gehele linkerrijbaan van de Van het Hogerhuisstraat vanaf de rotonde tot de Kankantriestraat wordt vanavond afgemaakt, verzekert de Wegenautoriteit.